Crew en I Just Died In Your Arms Tonight. We gaan weer naar Sint Maartensdijk, want de wedstrijd staat op het punt van beginnen, Glenn. Waar op dit moment het volkslied eigenlijk, ja, het clublied van Sparta Rotterdam klinkt. De twee clubs die staan er klaar voor. Sparta Rotterdam tegen KSC Lokeren vanavond. Sparta die gaat aantreden met de volgende spelers. Ricardo Kieboom, Roy Kortsmit, Khalid Sinou, Cassandro van Berkel, Robert van Bokstel, Roderick Gielissen, Gijs Luijrink, Sindrino, Mitsi, Jan, Pieter Nijs, Dono van Slijngaard, Ilias Bel Hasnaoui, Xiaomei Bruinier, Stef Nieuwendaal, Jeremy De Nooyer, Stef Peters, Mario Bilate, Dono van Beekman, Paul Gladon, Soufiane El Hasnaoui, Roald van Bout, Minouin Mahi en Johan Voskamp. Dan Sporting Lokeren, Barta, Barry Baubesouar, Kopa, zijn leuke namen, Alexander Scholz, Dennis Odoi, Jeremy Tarvail, Mayat Marsic, Kilian Overmeijeren, Koen Persoons, Hamdi Harbawi, Ivan Leko, Walter Fernandez Buffalo, Jugoslav Lazic, Georges Galitisios, Jordan Ramalke, Jore Trompet, Abayombi Owinikoko, Milos Marsic en Sergio Di Durtio Jr. Op dit moment staan de spelers uiteindelijk op het veld. De handen die worden geschud. En hoe kan het ook anders aan het begin van zo'n wedstrijd als deze, dat er nog een minuut stilte in acht wordt genomen voor de overleden kankerslachtoffers en natuurlijk Siem Vroegrop, de stichting waar het allemaal om draait. Dames en heren, jullie teams zijn aangetreden op het veld. Willen we toegaan naar het moment wat ik net heb aangekondigd. Een minuut stilte ter nagedachtenis aan Siem
en al die anderen die de strijd tegen kanker hebben verloren. De speaker die kondigt een minuut stilte op dit moment aan. Alle spelers van KSC Lokeren en Sparta Rotterdam gaan om de middenstip staan, zoals dat hoort. En de scheidsrechter staan er ook bij. En de scheidsrechter die zal een fluitje laten horen wanneer de minuut stilte begint. Dat was de minuut stilte voor alle slachtoffers die overleden zijn aan kanker en Sien vroeg op. Degene waarvoor de stichting Vrienden van Sien uiteindelijk is opgericht. De wedstrijd van vanavond, die is onder leiding van Edwin van der Graaf. Op dit moment, ja, hoe kan het ook mooier, hè, met zo'n adviesje als deze. Wordt er nog een grote teamfoto gemaakt. De mensen die applaudisseren, de mensen die zich om het veld hebben verzameld. Gehuld in Sparta Rotterdam shirts en natuurlijk KSC Lokeren shirts. En er zijn, wat mij opvalt, ook een boel Tolenaren op zich op afgekomen. Ik zie ook wat trainers, onder andere de oud-trainer van Noad 67 die hierop af is gekomen. Die komen ook even kijken naar een leuk potje voetbal. Sparta Rotterdam tegen Lokeren, we wachten even op de aftrap. En zometeen hoor je een verslag van de wedstrijd. Oké, dankjewel Glenn. We gaan zo meteen natuurlijk terugkomen in Sint Maartensdijk voor het begin van de wedstrijd. Eerst nog even een stukje muziek, denk ik. Jody got married, should've known.
ocean. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another Brick in the Wall van Pink Floyd was dat hier bij Omroep Tolen 1065. En we gaan weer naar Sint Maartensdijk overschakelen. Want ja, wie is er beter op dit moment? Sparta of Lokeren, Glenn? Ja, dan zou het op dit moment een kans voor Lokeren kunnen zijn. Maar de nummer 9 van Lokeren, dat is Handy Harbaai. Die schiet de bal na een stukje voorlangs. Het was KC Lokeren dat de wedstrijd aftrapte. En dat de eerste minuten eigenlijk het meeste balbezit had. Maar het is nu Sparta Rotterdam wat de bal en de wedstrijd overneemt. Het was net ook een serieuze doelpoging van Sparta. De rechtsvoor die schoot de bal in de handen van de keeper. Wat uiteindelijk dan ook weer een corner werd. Maar die corner die leverde niks op. En een kleine poging van KC Lokeren. Het was een afzwaaien van Dutro Junior. Die ook in de handen van de keeper belandde. Dus dat is het weer helemaal niet. Dan is het nu Sparta wat in de aanval gaat. Die aanval die gaat over de linkerkant. Dat is de nummer 11 van Sparta. Die schiet hem naar de nummer 9. De nummer 9 die triept naar binnen toe. Maar dat is de sterke verdediging van Lokeren. Die die bal weer goed overneemt. En via de keeper de bal weer uitverdedigt. Dan komt die bal niet goed terecht. Dan is het weer Lokeren dat aan de bal komt. Maar dan neemt Sparta hem weer over. Sparta dat nu weer via de defensie rustig op gaat bouwen. Dan gaat het spel verlegd worden van de linker naar de rechterkant. Dan is het wachten totdat er iemand zich aanbiedt. Iemand biedt zich aan rond de middenlijn. Maar die bal die wordt weer teruggespeeld. Het is Lokeren dat Sparta op zich eigenlijk goed vastzet. Lokeren dat goed druk zet. Maar het is de linkerflank elke keer dat redelijk vrije mensen vindt. En die vinden ze dan ook. Maar dan komt er weer geen vervolg. En gaat de bal weer terug richting de verdediging van de Spartanen. De verdediging van de Spartanen die rustig op begint te bouwen. Die weer opnieuw begint. Weer opnieuw een balletje richting voren gaat. Dan gaat dat over de rechterkant. Dan wordt daar die combinatie bezocht. Wordt daar een driehoekje gemaakt. Dan zal er op een met de voorzet moeten komen. Nee, dat lukt niet. Want Lokeren die zet iedereen weer vast. En gaat de bal weer helemaal terug naar de eigen helft van Sparta. Sparta dat weer met die driemans verdediging rustig op gaat bouwen. Dan moet die bal weer naar voren gebracht worden. Dan is de nummer 10 van Sparta die onder druk gezet wordt. Maar dat is de prachtige steekpaas op de nummer 11 van Sparta linksvoor. Maar die wordt buitenspel gefloten door de scheidsrechter. En zo is het eigenlijk Sparta-Rotterdam dat de eerste minuten de wedstrijd onder controle heeft. Het is nu een
geen doeltrap. Een vrije trap natuurlijk voor de verdediging van Sparta. De verdediging van Lokeren die weer rustig op gaat bouwen en weer terug naar de doelman gaat. De doelman die het overzicht moet hebben, die het spel weer verlegt naar de linkerkant van het veld. Dan is het de linksback van Sparta, die gaat weer proberen op te bouwen. Dan is het Lokeren die nu aan de bal komt. En dan moet Lokeren weer rustig gaan proberen die bal naar voren te krijgen. Dat gebeurt over de linkerkant van het veld. Dan komt daar een trap helemaal naar de andere kant van het veld. Naar de nummer 14 van Lokeren. Maar die bal die komt niet goed aan. Dan is het toch weer Lokeren dat de bal overneemt. En dat weer rustig gaat proberen op te bouwen. Het is een spel wat tot nu toe goed opgebouwd wordt door beide ploegen. Het is Sparta wat eigenlijk de betere kans heeft op dit moment. En ook meer de overmacht. Maar het is Lokeren die... Sparta elke keer goed vastzet en dan ook meteen de druk zet om die bal proberen te veroveren en weer terug naar voren te komen. Dan is het nu weer Sparta dat rustig probeert op te bouwen. Nou zijn er weer vier man achterin van Sparta. En dan is het moeilijk zoeken hoor, omdat Lokeren het zo goed vastzet. Dan is er nog een spits ook die daar goed druk zet, maar net niet tussen de bal komt. Dan komt Sparta weer goed weg. Dan komt er weer een crosspaas richting vooraan. Die bal die komt dan net voor de 16 terecht op een hoofd van de Spartaan met de nummer 9, de spits van vanavond. Maar dan komt die bal weer niet goed terecht en is nu weer Lokeren dat probeert over te nemen. Maar Sparta dat er weer goed tussen zit. Sparta kan nu... richting goal proberen te gaan. Dan gaat dat over de middenveld van het veld. Komt dat schot, maar dat schot dat is een afzwaaier. Gaat ruimschoots naast het doel. Zo is het Sparta wat op dit moment de overmacht heeft. En gaan we het zien hier vanaf Sportpark de Hastingen. Sparta tegen Lokeren, 0-0. Hey, where's the drums? You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, yeah, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, yeah, like Hathaway. Write a song for you like this. A girl like you ever till we met. A star in the 40s and a fold in the 50s. Got me tripping out like 60s. Hippies, queen of the discotheque. A 70s dream and an 80s best. Hepburn, Beyonce, Marilyn, Massive. Girl, you're timeless. Just so blessed. You're over my head. I'm out of my mind. Thinking I'm alone. In the wrong time. It's love on rewind. Never was so throwbackish. I kinda like it how you're out of my league. Old school scene. Like a movie star. Silver screen. Baby, you're so classic. Whoa, whoa.
Eric Clapton en Forever Man. En daarmee is het weer tijd geworden om weer eens te kijken hoe het bij de wedstrijd is. Glenn Polsma. Echte mannen inderdaad, ja, die hier op het veld staat. En ik zag hier net een man lopen en dat vond ik wel grappig. Die had een shirt aan van de Red Army. Dat is denk ik de harde kern van Sparta Rotterdam. Waarop stond een echte Rotterdammer is een Spartaan. Nou, zelfs de harde kern van Sparta is aanwezig. Sparta dat ook de wedstrijd nog steeds redelijk domineert. Dat toch ja, die opbouw met die driemansverdediging blijft volhouden. En dan op een gegeven moment een dieptepaas met een dieptepaas de spitsen probeert te bereiken. Maar dan is nu een aanval van Lonkeren. Maar die aanval die gaat, ja, dat blijft druk zetten. Die aanval die gaat over de rechterflank. Maar het is de nummer 5 van Sparta, de linksback, die die aanval weer afkeert. En dan is het Sparta Rotterdam wat het spel weer overneemt. Maar die bal die komt dan weer niet goed terecht. Dan is het nu de nummer 8 van Lokeren. Dat is Koen Persoons. Die probeert die bal richting de goal te krijgen. Dan gaat het weer over de rechterkant. Dat is een mooi balletje op de nummer 2. Dat is de rechtsback van Lokeren. Maar dan is de centrale verdediger van Sparta die de angel eruit haalt. En die de bal maar snel over de zijlijn schiet. En geen risico's neemt. Dan is Lokeren die zometeen die bal gaat inproberen te gooien. Dat gebeurt naar randje 16. Maar dan langs de midlijn. Dat zal dan waarschijnlijk een verre inworp gaan worden. Dat wordt het ook op de nummer 8 van Lokeren. Dat is dan weer de nummer 8. Dat is die Koen Persoons. Die neemt dan weer geen risico en die speelt de bal weer helemaal terug naar de middenlijn. En dan wordt op de middenlijn dat spel weer verlegd naar de linkerkant van het veld. Maar die lange bal die bereikt niet zijn bestemming. En die bal die gaat via het hoofd van een Spartaan over de zijlijn. Dan is het weer Lokeren dat in mag gooien. Het is eigenlijk dezelfde positie als net, maar dan over de linkerkant. Die ingooi die komt niet goed terecht. Dan in is Sparta die weer de bal overneemt en die probeert via combinaties naar voren te komen. Dan is er een handsbal geconstateerd net over de middenlijn. En dan is het Lokeren die op die positie een vrije trap mag gaan nemen. Sparta dat, zoals ik net al zei, de wedstrijd eigenlijk domineert. Dat de wedstrijd ook heel goed breed houdt. Een speler die eigenlijk randje zijlijn speelt. Die ballen die gaan daar naartoe. Er worden combinaties gemaakt en zo probeert Sparta het doel te bereiken. Maar Lokeren die daar probeert een stokje voor te steken door eigenlijk goed druk te zetten. Door alle medespelers van Sparta vast te zetten. En zo probeert tussen die combinaties van Sparta te komen. Dan wordt nu die vrije trap genomen. Is een korte vrije trap. Dat wordt een 1-2'tje. Dan zet de spits van Sparta druk. Maar dan komt Lokeren er goed uit. Dan wordt die bal weer naar de andere kant van het veld. Dat is de linkerkant gespeeld. En ze wordt weer een driehoekje gevormd. En gaat die bal weer naar de rechterkant van het veld. Dan moet een speler zich aanbieden. Lokeren die komt er niet uit. Die blijft maar bezig met opbouwen. Want Sparta dat op dit moment druk zet met twee spitsen. Dan is Lokeren dat aan de bal blijft. Die bal die gaat dan naar de rechterflank van het veld. Dan komt de rechtsback op. Die kopt de bal door naar een van de spitsen van Lokeren. De nummer 14 was dat. Ik kan zo even niet zien wie dat was van Lokeren. Maar die stond buiten spel. En zo is het weer een vrije trap voor die genomen wordt op randje 16. Lokeren dat het ook probeert. Als ze die bal overnemen zie je dat er meteen wordt versneld. Meteen die gezichten en de bal uiteraard richting het goal. Maar dan is het die driemansverdediging van Sparta die er meteen weer goed op zit. En zo zie je nu ook weer een bal van Sparta die wordt naar voren getrapt. De speler van Lokeren komt ertussen. Maar Sparta zit er ook meteen weer tussen wat dan meteen weer het balbezit overneemt. Dan moet die opbouw weer gemaakt worden door de verdediging van Sparta. Sparta dat probeert weer die driehoekje te maken, die combinaties die gemaakt kunnen worden. Dan gaat die bal richting de spits van Sparta. Die had de bal in zijn rug, maar die draait daar mooi weg. En dan is het de tweede verdediger van Lokeren die daar dan weer goed tussen komt. Dan is Lokeren wat meteen weer probeert te versnellen. En dan is het een Spartaan die daar weer een overtreding maakt door net op de hak van iemand van Lokeren te gaan staan. Dan is nu een vrije trap. Die vrije trap die wordt meteen snel genomen. Die gaat naar de linkerkant van het veld. Dan is daar de linksbuitenspeler van Lokeren die probeert de bal in de 16 te krijgen of eigenlijk te lopen. Maar dat loopt dan niet goed af omdat het weer goed uitverdedigd wordt door een verdediger van Sparta. Die bal die gaat alweer over de achterlijn en zo is het weer een doeltrap voor Sparta. En keeper van Sparta, dat is niet de nieuwe keeper. Het is Roy Kortsmit die vanavond in de goal staat. Sparta die Khalid Sinou heeft overgekocht van NEC. Je zou denken dat dat extra versterking is. Want anders had hij vanavond wel gespeeld. Zeker omdat Adrie Borges ook zei van we zijn eigenlijk al bezig aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Maar dat is dan dus niet zo. Het is Roy Kortsmit, de nummer 1 die vanavond in de goal staat. Die heeft dan weer die doeltrap genomen. Dan is het weer Sparta dat probeert op te bouwen. Maar die opbouw die mislukt dan weer. Omdat KC Lokeren iedereen vastzet en goed druk zet. Dan probeert Sparta nu uit te komen. Dat doen ze via de nummer 3. De rechter centrale verdediger. Dan wordt die combinatie weer gemaakt. Dan is nu een driehoek die wordt gemaakt op de midlijn. En dan komt er weer een dieptepaas naar de linksbuiten van Sparta.
Maar die wordt echt, nou, het zou randje buitenspel geweest zijn. Wordt die afgefloten door de scheidsrechter. En dan is het weer een opbouw voor Lokeren in de verdediging. Het spel dat eigenlijk veel opgebouwd wordt. De combinaties worden gezocht. Sparta dat probeert de combinaties te maken. Lokeren dat probeert druk te zetten. En Lokeren die als de bal overneemt meteen omschakelt met snelheid richting de goal. Dat is eigenlijk het zicht van de wedstrijd. De wedstrijd die op dit moment nog doelpuntloos is. 0-0. En ik denk dat wij nog zo'n, nou, iets meer dan een half uurtje te spelen hebben. Tot zover eventjes I Follow Rivers van Triggerfinger. Nu eerst een doelpunt in Sint Maartensdijk. Ja, waar het publiek van SC Lokeren losgaat. Het was een doelpunt. Nou, het was echt een randje buitenspel. Er werd ook gekeken door de Spartaanse verdediging of het wel buitenspel was. Maar dat was het dus kennelijk niet. De bal die werd overgenomen na zo ongeveer bij de middenlijn door de linkermiddenvelder van Lokeren. Die bal die kwam dan nou echt met een gelukje net niet buitenspel bij twee spitsen van Lokeren terecht. De twee spitsen die het eigenlijk, ja, uitspeelde tegenover de keeper. De linkerkant die speelde naar de rechterkant. En zo het doelpunt. En zo staat het op dit moment 0-1 voor Lokeren.
need is candlelight. You and me and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Eagle-Eye Cherry en Save Tonight. We gaan eens even kijken hoe het op Smiddiek is bij Sparta Lokeren. Want Lokeren kwam op een 1-0 voor. Glenn? Ja, waar de harde kern van Lokeren zich nu ook nadrukkelijk laat horen. Ja, ze hebben gelijk ook, want Lokeren die neemt de wedstrijd weer over van Sparta. Het was ook net even billenknijp voor Sparta, want het was de linksback van Lokeren, dat is Dennis Odoi, die kwam opzetten en die haalde een corner eruit. Die corner, dat was een afzwaaier. Maar toen kwam er een vrije trap door een hensbal. En die vrije trap die werd prima ingeschoten door, Koen Persoons. En die bal die ging de rechter kruising in. Het was een goede redding van Roy Kortsmit, de keeper van Sparta, die de bal ter nauwe nood eruit kon halen. Roy Kortsmit die ook niet helemaal zeker is, zie ik wel. Want het zijn hele simpele balletjes. Een spits van Lokeren die zet druk en de keeper weet niet wat hij moet doen. En die schiet hem gewoon de tribunes in. Maar goed, het is nu een corner voor KSC Lokeren. KSC Lokeren, die corner die komt dan van de nummer. Moet ik even kijken, ik kan het net niet zien. Volgens mij is het Koen Persoons die corner weer gaat nemen. Dan komt die corner hoog voor het doel bij de tweede paal. De keeper van Sparta komt uit en die kan net een kopbal van de nummer 9. Dat is Dutro Junior keren. En dan is er nog een rebound voor de nummer 14 van KSC Lokeren. En die bal die gaat hoog over. Dan is Lokeren dat toch weer het initiatief neemt en gaat proberen om die 0-2 hier op het scorebord te krijgen. En groot gelijk hebben ze.
Dan is het nu een doeltrap voor Sparta. Die zal worden genomen door Kortsmit. Die gaat dan naar de rechterkant van het veld. En Sparta is het dan weer dat gaat proberen op te bouwen. Die opbouw waar nu eigenlijk bijna helemaal nergens meer wat van komt. De twee spitsen van Sparta zitten continu tussen en zetten er druk op. Dan gaat die bal nu diep richting de spits van Sparta. Maar dan bereikt die bal niet zijn bestemming. En is het de nummer 2 van Lokeren. Dat is Alexander Scholz. Die bal probeert naar voren te krijgen. Maar dan wordt het een ingooi voor Lokeren, omdat die bal via de nummer 11 over de zijlijn ging. Dan is het opnieuw de harde kern van Sparta die zich nadrukkelijk laat horen hier. Dat is wel gezellig. Goed, dan is het die inworp. Die inworp die komt aan bij de nummer 5. Dat is Maric van Lokeren. Maric die wordt eigenlijk onder de voet gelopen. En dat betekent dan weer een vrije trap voor Lokeren. Nou, wat zal ik zeggen, zo'n 5 meter net voor de 16. Dan is Sparta die bal weer een machtig eind weggooit. Want ja, die denken natuurlijk ook, we willen niet zo heel erg ondergedompeld worden in de scores. Maar die vrije trap die mag dan een stukje terug worden genomen. Die wordt snel genomen. En dan is Lokeren dat nu probeert langzaam op te bouwen. Dat gaat over de linkerkant. Zet Sparta druk. Maar dan komt die lange bal van Lokeren richting de middenlijn. Dan is nu Lokeren dat er met 3 man proberen uit te komen. 3-3. Dan is de nummer 14. Die gaat nu de 16 binnen. Dan zal dat schot moeten komen. Nee, het wordt een voorzet. Oei. En die wordt net overgekopt door Van Boksel. Pardon, van Sparta Rotterdam. En dat betekent dat het een corner wordt voor Lokeren. De corner die zal worden genomen vanaf de linkerkant door Ivan Leko. Dan zal het waarschijnlijk weer een lange hoge corner worden die bij de tweede paal uit zal komen. Dan gaat daar ook al de nummer 5 Maric van Lokeren staan om die bal proberen in te koppen. Die loopt dan richting de bal. Die bal die komt hoger bij de nummer 9. Maar de nummer 9, Hamdoui, die kopt de bal over voor Lokeren. Dus is Lokeren dat op dit moment kleine blessure heeft bij die Hamdoui. Die kwam niet helemaal lekker terecht. En zo staat er nog steeds 0-1 voor Lokeren.
boy, you bet that ass too. Go from Malibu to Paraboo. Yeah, I had a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. And 100 years not there with I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I'm jail watching and waiting for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused. You dip pimp. Shake it up. Tick en Blurred Lines. Ik denk wel een beetje de langsgenoteerde nummer 1 van dit jaar. Inmiddels is zijn album Blurred Lines ook in de handel te verkrijgen. Glenn bij de wedstrijd Sparta-Lokeren. De wedstrijd Sparta-Lokeren die bijna tegen de rust van de eerste... tenminste, ja, de rust eigenlijk, het einde van de eerste helft moet ik zeggen, aanloopt. Ik denk dat we nog zo'n 2 minuten te spelen hebben. 2 minuten waarin nog een heleboel kan gebeuren. De wedstrijd is eigenlijk losgekomen na het doelpunt van Lokeren. Het was net Sparta dat ook nog een goede kans had. Ze hadden een vrije trap op randje 16. Die vrije trap die werd door Van Hout, de nummer 7, genomen. Maar die vrije trap die, ging echt net over de lat. Het scheelde niet heel erg veel. Of het had hier weer 1-1 gestaan. Dan is nu Lokeren dat eruit komt over de linkerkant. Dan is het nummer 19. Dat is die Dutro Junior. Die hou ik al de hele avond in de gaten. Want dat is geen verkeerde speler die er weer probeert uit te komen. Maar uiteindelijk werd het niks en gaat die bal weer over de zijlijn. Maar is nu Lokeren dat weer opnieuw in balbezit. Komt via de nummer 3 Opdooi. Die ook daar heel erg vaak zich bemoeit op de voorkant van de linkerflank van Lokeren. En dan als het een elleboog die wordt uitgedeeld aan Dutro Junior. En dan betekent het dat het een vrije trap wordt op het randje 16 aan de linkerkant. En dan zal die vrije trap waarschijnlijk genomen worden door die Opdooi. Die ook die corners net al zo netjes nam. Gaan we eens kijken wat dat wordt. Nee, het wordt toch niet Opdooi. Het wordt Leko die vrije trap gaat nemen. Net iets voor de 16. Dan is het het muurtje dat door Sporta wordt neergezet. Die tweemansmuurtje is het. Die wordt door de scheidsrechter goed gezet. De keeper die geeft nog de laatste aanwijzing. En dan mag Leko die vrije trap gaan nemen. Die vrije trap die gaat niet direct op het goal. Maar die bal die bereikt totaal niet zijn bestemming. En die wordt over de achterlijn gekopt door de verdediger van Berkel. Door Sparta Rotterdam. Dat betekent dat het weer een corner wordt. Ik denk dat het de laatste corner voor de eerste helft wordt. De eerste helft waarin KC Lokeren eigenlijk na een eerste doelpunt de leiding weer overnam van de wedstrijd. Ze had het meeste balbezit. Sparta dat er eigenlijk totaal niet uitkwam. Lokeren dat druk blijft zetten. En telkens dit keer de combinatie zoekt waar Sparta totaal niet tussen komt. Zo zie je toch wel het stukje krachtverschil en klassenverschil tussen de Jupiler League van Nederland en de hoogste competitie van België. Dan is er nu, een bal op de paal. Dat was weer die... het was niet Dutro Junior. Het was Habdawai die die bal via een hakje tegen de linkerpaal aanschoot. Het was de bal die eigenlijk uit de kluts van die corner weer bij die Habdai terecht kwam. Maar daar werd uiteindelijk dus niet verder dan de paal. Goed, dan is nu Sparta dat probeert op te bouwen. Ik zie de scheidsrechter lopen. Die is nog in een kleine discussie. Ik denk over dat elleboogje van net wat werd uitgedeeld. De scheidsrechter die nog niet het fluitje in zijn mond neemt om te afluiten voor de eerste helft. Dus dan mag Sparta misschien nog een keer op gaan bouwen. Sparta dat meteen weer vastzit tussen twee spelers. Op een, in hun eigen strafschopgebied eigenlijk.
Maar dan is het toch Sparta dat eruit komt via de keeper die een beetje loopt te klunsen daar. Dan is het gelukkig die bal die dan weer bij... even kijken, wie is dat? Gielissen uitkomt op de rechterkant. En dan is het Gielissen die de bal weer probeert naar voren te krijgen. Maar dan is Lokeren die weer goed terugzet, druk zet, die bal dan weer overneemt. En weer de rust zoekt bij hun eigen keeper van vanavond. En dan is het de keeper die de bal weer richting de linkerkant speelt. En Lokeren dat nog een keer gaat proberen op te bouwen. Dat misschien dan nog die laatste aanval van de eerste helft kan maken om met die relaxte 0-2 de rust in te gaan. Dan is het Sparta die de bal weer overneemt op de middenlijn. Dan is het Sparta dat meteen de diepte probeert te zoeken via een diepe paas. Maar die diepe paas die bereikt alweer niet zijn bestemming. En dan is Lokeren dat meteen overneemt. Dan is het weer die Dutro junior die er probeert goed uit te komen. Ja, die speler, dat is ongelooflijk. Ik zie hem de hele avond al dingen doen dat je denkt van... Wat doet hij in de Belgische competitie? Het zou misschien niet zijn voor een middenmotor in de Premier League. Goed, dan is het de bal die weer overgenomen wordt door de Spartaan. Omdat Dutro junior zijn eigen vastliep. Sparta dat er weer niks mee doet. En die bal over de achterlijn schiet. En dan betekent het weer dat... ik denk nu ongeveer de laatste doeltrap van de eerste helft genomen mag worden door Sporting Lokeren. Die doeltrap die zal dan genomen worden. Dat wordt een korte doeltrap. Wat we eigenlijk ook al de hele avond zien. De korte doeltrappen die dan weer zorgen dat de verdediging van de beide clubs weer rustig op kunnen gaan bouwen. Wat nu ook gebeurt. Dan probeert Sparta weer druk te zetten met twee man op de keeper. De keeper die denkt van nou, ik geef die bal maar eens een flinke trap de lucht in. Dan is die weer eventjes onderweg. Misschien dat de scheidsrechter voor de rust gaat fluiten. Dat doet de scheidsrechter nog steeds niet. Zit inmiddels al diep in blessuretijd denk ik. Dan is het Lokeren dat die hoge bal weer oppakt en weer terug speelt naar de eigen keeper, zodat de keeper weer rustig aan op kan bouwen. De keeper die nu wel kiest voor een lange trap. Die lange trap die dan bij, even kijken, ik denk bij Leko uitkomt op de linkerkant. Leko die dan probeert de combinaties te zoeken. Niemand is weer geaanbied, dus dan gaat die bal maar weer terug naar de eigen verdediging. De verdediging van Lokeren die weer gaat proberen op te bouwen. Dan is het Lokeren dat er via Lazic probeert uit te komen, maar Lokeren die meteen vastloopt en meteen een kleine overtreding gemaakt wordt door een middenvelder van Sparta-Rotterdam, wat betekent dat Loker op dit moment een vrije trap mag nemen op de middenlijn. Dan is de middenlijn die vrije trap die meteen diep wordt gespeeld op de nummer 9, Arbaoui van Lokeren. Maar die speler van Lokeren die schiet de bal eigenlijk magertjes in, zodat de keeper er eigenlijk ja, heel makkelijk op kan pakken. En op dat moment fluit de scheidsrechter voor de rust. Sparta tegen Lokeren, de eerste helft, eigenlijk een bewogen eerste helft. Lokeren dat de eerste minuten eigenlijk het overmacht had. Sparta dat probeerde het, de wedstrijd over te nemen, die er ook af en toe goed uitkwam, maar een doelpunt het teweeg liet. En Lokeren dat toen ineens uit het niets de 0-1 op het scorebord zette. En zo eigenlijk weer de wedstrijd overnam. Lokeren die op dit moment de bovenliggende partij is. We gaan het zien in de tweede helft of Sparta nog wat in kan brengen. Maar het krachtsverschil zie je wel degelijk. Lokeren dat de wedstrijd goed in handen heeft. We gaan het zien in de tweede helft. Sparta-Lokeren, het is rust 0-1.
1065. We zijn zo weer bij je terug. Het is 8 uur. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Geert-Jan Keller. Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn ruim 850 wandelaars uitgevallen. 40.719 deelnemers haalden de eindstreep. Net als voor vandaag en gisteren geldt ook voor morgen het advies om een petje te dragen en water te drinken. Het warme weer heeft nog niet voor problemen gezorgd. Nelson Mandela is enorm vooruit gegaan en kan mogelijk binnenkort naar huis. Dat zegt zijn dochter Cindy in een interview dat morgen wordt uitgezonden, op de dag dat Mandela 95 wordt. Cindy zei dat haar vader televisie kijkt, dat hij glimlacht naar familieleden en zijn hand op kan steken. De eerste militairen van de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz zijn terug in Nederland. 100 militairen landen zojuist op vliegbasis Eindhoven. De komende weken keren nog 300 militairen terug. Volgens Defensie heeft de missie een stevige basis voor de lokale justitieketen gelegd. De A12 tussen Arnhem en Duitsland is in beide richtingen dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Die schoot door de middenberm en ligt op beide rijbanen op zijn kant. Op de A12 en omgeving staan lange files. Het bergen van de vrachtwagen duurt waarschijnlijk de rest van de avond. De laatste verdachte die nog vastzat in de zaak rond de examendiefstal op de Ibn Galdoen school is vrijgelaten. In totaal zijn er 13 verdachten. En tientallen leerlingen die mogelijk examens hadden ingezien, werden verhoord. Vanwege de diefstal moesten alle examens op de Rotterdamse school over. Bauke Mollema is zijn tweede plek in de Tour de France kwijt. Alberto Contador en Roman Kreuziger waren in de tijdrit een stuk sneller en passeren hem in het klassement. Mollema staat nu vierde, Laurens ten Dam zevende. Chris Froome won de etappe. En morgen gaat het peloton richting de Alpe d'Huez. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen weer een zonnige dag. In het noorden wordt het 21 tot 23 graden, maar elders in het land 24 tot 28 graden. En tot zover het Novum Nieuws. Verkeersschool Mattenburg. Al 35 jaar een begrip in de regio. Voor al uw rijbewijzen. Van scooter tot vrachtwagen. Ophalen op ieder adres. Mattenburg. Geen cent te veel hoor. Bel 0164-237-404. Minheren Installatietechniek Tolen. Uw specialist in zonnepanelen en airconditioning. En voor al uw installatiewerkzaamheden een betrouwbaar en vakkundig bedrijf. Voor een offerte en advies bel 0166-605-142. Omroep Tolen. 1065. Het lokale geluid. Omroep Tolen Sport. Extra. Welkom aan de andere kant van 8 uur. We zijn natuurlijk bezig met de wedstrijd tussen Sparta en Lokeren. En Lokeren leidt die wedstrijd met 1-0. En het is allemaal natuurlijk voor het goede doel, voor de vrienden van Siem. Het wordt allemaal gespeeld in Sint Maartensdijk. Straks het vervolg van de wedstrijd, de tweede helft. Het is nu nog eventjes rust. En zometeen dus het verslag van de tweede helft met Glenn Polsma. Maar voordat het zover is, eerst nog eventjes Van Halen en Jump.
Nou ja, ik kom niet echt op die hoogte, geloof ik. Roxette en Joyride. We gaan naar Sint Maartensdijk, tweede helft. Sparta, KSC Lokeren. Glenn Polsma. De tweede helft van Sparta tegen KSC Lokeren. We gingen weg met een 0-1 en zo staat het ook nog steeds. Lokeren dat eigenlijk het laatste deel van de tweede helft de overmacht had. En Lokeren dat eigenlijk gewoon rustig doorgaat met de overmacht hebben. Even kijken, er zijn een aantal wissels geweest. Sparta die heeft een andere doelman eronder staan. Ik had het er in de eerste helft al even onder. Khalid Sinou, die is overgekomen van NEC. Die mag zich op dit moment in de tweede helft gaan bewijzen. En even kijken, Van Berkel die is erin gekomen. En Sporting Lokeren die heeft een aantal wissels doorgevoerd. Daar zijn erin gekomen Walter Fernandez, Jugoslav Lazic, Jore Trompet en Alexander Corin. En die wissels die...
zullen zich moeten gaan melden in deze tweede helft om nog steeds die voorsprong van Sporting Loker in stand te houden. En de wissels bij Sparta, ook al zijn het er maar twee, zullen we moeten voor zorgen dat Sparta misschien op dat gelijkspel kan komen. Dat kan misschien nu. Er is een uitbraak over de rechterflank. De nummer 7 van Sparta, dat is die Ronald van Hout, die vrije trap ook al in de eerste helft zo scherp nam. Die probeert eruit te komen, maar die had meteen de wissel. Corine op zijn hielen. En Corine die dat netjes oplost, die duel aanging en de bal over de achterlijn heen rost. Dat betekent dus dat het een hoekschop voor Sparta is. De hoekschop van Sparta die waarschijnlijk weer hoog genomen zal worden. Sparta dat zijn mannetjes voor de goal wegzet. De mannetjes die waarschijnlijk in gaan lopen, want ze blijven op het randje 16 hangen. In gaan lopen. De verdedigers van Loker hebben zich ook weggezet. Komt die bal laag bij de eerste paal terecht. Maar die bal die gaat dan via een speler van Sparta. Dat is de nummer 4. Dat is die Gielissen. Die speelt de bal over de achterlijn. Dat betekent dat het een doeltrap voor Lokeren is. De keeper van Lokeren, die Boubousar Kopa, die er gewoon in is gebleven na de eerste helft. Geen wissels daar dus in het goal. Die de doeltrap dit keer weer eens een keer diep maakt. We zien geen korte balletjes zodat de verdediging op kan bouwen. Maar die diepe bal die belandt dan meteen weer in de voeten van Sparta. Sparta dat nu probeert rustig op te bouwen. En die wordt ze gegund, omdat er niemand van Lokeren druk zet. Zodra Sparta dan in de buurt komt van de middenlijn, dan wordt er wel druk gezet. Dat betekent weer dat Sparta geen risico neemt en de bal weer terugspeelt naar de nieuwe keeper Khalid Sinou in de goal. Sinou die weer het overzicht bewaart en de bal naar de rechterflank speelt. Dan is het rechtsback van Sparta die een crosspas geeft naar de linksvoor van Sparta. De linksvoor die probeert langs te komen langs de twee verdedigers van Lokeren, maar die komt daar niet uit. Die speelt de bal dus maar weer terug. En zo komt de bal weer via combinaties terug bij de verdediging. Dan is het niet de wissel van Sparta. Dan is de nummer 6 van Sparta. Volgens mij is dat Missy Jan. Die probeert die bal voor het goal te krijgen, maar die bal die belandt dan weer niet goed. Dan is het Lokeren dat weer overneemt en Sparta dat weer meteen overneemt. Sparta nu, misschien komt er wat uit. Sparta, de nummer 7, die schiet op een goal in het eigen strafschopgebied van Lokeren. Maar de keeper die zit er gewoon tussen. Die Boubousar Kopa, die had dat venijnige schot goed met zijn vuisten te pakken. Die stompte de bal net weg. En de bal die gelukkig voor die keeper bij een verdediger van Lokeren uitkomt. Lokeren dat probeert uit te verdedigen wat de bal nu alweer kwijt is op de middenlijn. Dan is het Sparta wat weer overneemt. De verdedigers van Sparta, dat nog steeds de driemansverdediging is, probeert dan weer rustig op te gaan bouwen om die bal weer naar voren te kunnen gaan pompen. Voor het pompen moet wel kunnen mocht er iemand zich aanbieden. Er biedt niemand zich aan, dus dan komt er eigenlijk een ziekenhuisbal kunnen we wel zeggen, richting de middenvelders van Sparta. Maar die doen daar niks mee. En zo komt de bal weer heel makkelijk bij de verdediging van Lokeren terecht. De verdediging van Lokeren die probeert een dieptepaas te geven naar de aanvallen van Lokeren. Dat is ook een van de wissels die er is ingekomen. Dat is, even kijken, volgens mij is dat Magidi, als ik het goed uitspreek. Die probeerde die bal aan te nemen, maar die stond buitenspel. Die is buitenspel gefloten door de scheidsrechter. Dus dat betekent dus weer dat de vrije trap voor Sparta is. Sparta dat de bal probeert naar voren te pompen. Die bal dan alweer meteen kwijt is. Want Lokeren die zit weer goed op. Lokeren dat spel dan weer overneemt. De nummer 16 van Lokeren die is er ook nieuw ingekomen in de tweede helft. Die probeert dan weer die combinatie te zoeken. Maar die wordt meteen weer vastgezet door twee spelers van Sparta. Is Sparta wat weer overneemt, maar Lokeren dat er weer goed uitkomt. Lokeren dat probeert via de rechterflank het doel te bereiken. En die voorzet die wordt via een verdediger van Sparta over de achterlijn gewerkt. Betekent dus dit keer een corner voor Lokeren. Corner die kort genomen wordt aan de rechterkant. Dan meteen twee spelers van Sparta erbij. De speler van Lokeren die probeert er tussenuit te komen. Die speelt die bal dan maar weer terug. De bal die komt terug weer hoog voor goal. En dan, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks mee. Die bal die gaat weer over de achterlijn. Dus dat betekent dat Sinou zich weer op kan maken voor een nieuwe uittrap. Sinou die al met zijn 33 jaar is, die volgens mij aardig wat ervaring heeft. Hij heeft bij PSV gespeeld en bij NEC. Bij NEC en PSV heeft hij weinig speeltijd gehad. Hij zat eigenlijk altijd op de reservebank. Dus hoopt de laatste periode van zijn carrière nog wat minuten te gaan maken bij Sparta. Dan is vanavond natuurlijk de avond om zich te bewijzen bij Sparta. Dat doet hij dan weer met een kort balletje richting de verdediging. Weer die opbouw van Sparta. De opbouw van Sparta die dan richting de voorhoede aan de rechterkant probeert te gaan. Maar dan is Lokeren dat er meteen weer goed tussen zit. Dan is dat een steek paas op de nummer 22 van Lokeren. 1 tegen 1 met de keeper. Sinou onder de keeper door. En het is 0-2 voor Lokeren. Die bal die was een steekpaas. Die eigenlijk
recht door de verdediging van Sparta heen ging. En dan was het... ja, inderdaad, die speler, die zit ik nog steeds even te kijken wie het nou precies was. Misschien was het die Minchidi, als ik dat nog steeds goed uitspreek. Maar goed, die kwam er goed tussenuit en die schoot de bal onder de keeper door Sinu. En dat betekent dat het nu dus 0-2 voor Lokeren staat. Als we de hele wedstrijd bekijken, is het een terechte stand. Lokeren dat eigenlijk dat tandje beter is dan Sparta. Zet meer druk, kan net wat beter die combinaties vinden dan Sparta. En zit er ook meteen weer goed op als Sparta in balbezit. Dan gaan we dat nu misschien weer zien. Sparta dat af mag trappen. Ja hoor, meteen weer die spelers van Lokeren die erop zitten. Dan gaat die bal via een van die spelers van Lokeren die goed druk zet over de zijlijn. Dat is ongeveer aan de linkerkant bij de middenlijn. Dan is het Sparta dat in mag gooien. Dan is Sparta dat er misschien nu eens een keer uit kan komen. Dat moet dan gaan gebeuren via de linksback van Sparta. Die probeert dan naar binnen te spelen, het spel te verleggen. Dat gebeurt ook. Dan gaat hij naar de rechterkant. Naar de nummer 2 van Sparta, de rechtsback. Die probeert dan weer naar voren te komen via zijn maatje op het middenveld die daar staat. Die wordt meteen weer vastgezet door Lokeren. Want zodra Sparta op de middenlijn komt, dan zit Lokeren er meteen weer diep op. Tenminste goed op. En gaat die bal weer helemaal terug naar het naar de verdediging en de keeper van Sparta. Dan is nu de keeper van Sparta die weer het overzicht bewaart. En weer maar naar die verdediging gaat. De verdediging die blijft maar opbouwen van Sparta. Misschien wordt het eens een keer tijd om een proberen een diepe steekpaas te geven vanuit de keeper. En dan gewoon kijken waar je komt. Want Lokeren, daar kom je niet zo heel gemakkelijk doorheen vanavond. Dat hebben we al wel gezien. Misschien nu dan een diepe paas vanuit de verdediging. Dan is de nummer 11 die die bal eigenlijk op zijn rug krijgt. En die dan... die bal die dan richting het doel gaat en eigenlijk niks meer mee gedaan wordt. Dan is de keeper die de bal gemakkelijk op kan pakken. De keeper, even kijken wie dat was. Dat was die Boussard Barcopa. Die mag dan weer de bal uit gaan schieten. Die legt de bal neer. Kijk, dat zal waarschijnlijk weer een van die diepe trappen gaan komen. Ja, Lokeren die doet dat wel de tweede helft. Dan is het Lokeren op het middenveld dat die bal weer probeert over te nemen. Maar dan is het... de bal die weer richting de defensie van Sparta stuit het, zodat de defensie van Sparta weer op kan gaan bouwen. Het is Sparta dat probeert op te bouwen. Lokeren dat druk zet. Lokeren dat goed druk zet. En dan ook af en toe uitkomt en zijn doelpuntje meepakt. Sparta dat er eigenlijk niet door kan komen, maar het wel de continu probeert. Misschien nu dan nog een keer voor Sparta. Sparta dat die dieptepaas weer eens een keer geeft op een spits. De spits die wordt meteen door drie man vastgezet door KSC Lokeren. Dat gebeurt op het randje van de 16. En Lokeren die dan ook meteen de bal overneemt. En Lokeren die dan veilig uitverdedigd via een speler van Sparta. Dat dus betekent dat Lokeren in mag gooien. Zo op het randje 16, maar dan langs de middenlijn. En dan geeft de scheidsrechter aan dat er nu wat gaat gebeuren. Ik zie even kijken. 1, 2, 3, 4, 5 man van Sparta van de tribune opstaan. Dus dat zullen een boel wissels worden. Gaan we even kijken wie je gaat wisselen. Dan gaan wij zometeen eens even de spel verder opmaken. Kijken wie erin en eruit gaan. En dat hoor je naar de volgende plaat. Can't swim, so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was bored and out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. Thank God his love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down.
So I took a boat to an island so remote, only Johnny Depp has ever been to it.
The Simple Minds and Don't You Forget About Me. We zijn bezig met Omroep Tolen Sport Extra vanuit Sint Maartensdijk. Want daar wordt inmiddels de tweede helft afgewerkt van Sparta Rotterdam tegen KSC Lokeren. En Lokeren stond 0-2 voor, Glenn. Klopt, en waar we eigenlijk weggingen, waar een boel werd gewisseld. Nou, het was uiteindelijk maar eentje van Sparta die erin kwam. Dat was Bel Hasni. En bij Lokeren zijn ook nog een aantal wissels geweest. Want daar is Niel de Pauw, Preben de Man. En even kijken, wie was die andere nou precies? Nou, ik kom er geen eens meer uit, joh. Preven de Pauw en Corin, die stond er al in. Dus dat zullen maar twee wissels zijn geweest in ieder geval. Die spelers die zijn erin gekomen. En het is een wedstrijd die wat grimmiger begint te worden. Een wedstrijd waar ook wat fellere overtredingen bevinden. En waar net de eerste kaart voor een Spartaan is gevallen. Het was een gele kaart voor een redelijk venijnige overtreding op de enkels. Goed, dan is het Lokeren dat eigenlijk nog steeds de afgelopen minuten de overhand houdt. De afgelopen minuten waren een vrije trap voor Lokeren. Eigenlijk hoog langs de goal ging, waar alles misgekopt werd en de bal uiteindelijk over de achterlijn ging. Dus wat eigenlijk niks opleverde. Het is dan nu Lokeren dat er weer eens probeert uit te komen. Dat doen ze via die prebende man. Die is vaak in de aanval. Die speelt links voor op dit moment. En die probeert met af en toe drie dubbele scharen voorbij zijn verdedigers te komen. Dus die speler die moeten we ook eens in de gaten gaan houden de komende minuten. Goed, dan is het nu Lokeren dat de bal weer over heeft genomen van Sparta. Lokeren dat via de keeper dan weer probeert op te bouwen. De keeper die dan weer de linkerflank zoekt, dat is die Corin en de man. Die twee die kunnen elkaar aardig vinden. Dan is de man die wordt ingespeeld. Dan probeerde Corin er overheen te gaan lopen, maar Corin die, of de man die zag dat niet. Dus die speelt de bal weer terug naar het midden en de bal die komt dan uiteindelijk weer bij de verdediging van Lokeren terecht. De verdediging van Lokeren die dan probeert het door het midden naar voren te komen. Dat gaat dan weer niet. Dan gaat de bal weer terug naar de verdediging. Dan gaat Lokeren via de rechterkant het proberen. De rechterkant waar de bal net iets te hard op de voet van een Spartaan terecht komt uiteindelijk. De bal gaat over de zijlijn. En dat betekent dus een ingooi voor Lokeren. Een ingooi voor Lokeren die misschien eens kan gaan betekenen op de helft van de tegenstander. Dan is het Lokeren dat de bal uiteindelijk meteen weer verliest. Dan is het Sparta dat weer overneemt. Sparta die probeert nu eens druk naar voren te gaan zetten. Dan is meteen de rechtsback van Lokeren die er meteen goed op zit. Die bal die gaat dan over de zijlijn. En dat betekent dus dat Sparta in mag gaan gooien. Sparta dat misschien nu eens wat uit kan gaan halen. Nou, die Spartaan die loopt meteen richting voren. De bal belandt achter hem in de voeten van de speler van Lokeren. Dus dat betekent dat Lokeren weer druk mag gaan zetten. En zo wordt de bal eigenlijk nu heel veel afgewisseld. Het is nu zaak om de bal lang in de ploeg te houden. Dat kan Sparta nu misschien doen. Sparta dat spel verlegt naar de tweede helft. Dan gaat Sparta via de rechter middenvelder naar binnen toe. En uiteindelijk komt daar zo'n ziekenhuisbal uit dat de bal weer gewoon belandt bij de speler van Lokeren, de keeper, wel te verstaan. En die keeper die speelt de bal weer naar zijn verdediging. Sparta dat eigenlijk op de eigen helft hun ding mag doen. En zodra ze op de helft van Lokeren komen, eigenlijk helemaal nergens meer zijn. Zeker niet meer in de verdediging. De combinaties worden niet meer gevonden op de helft van Lokeren. En zo kan Lokeren elke keer die bal weer overnemen. En Lokeren dat dan elke keer weer vastloopt bij hun eigen spitsen. Goed, dan is misschien Lokeren dat er nu eens probeert uit te komen. Dan gaat dat weer over de linkerkant. Weer via de Pauw, Corin en de man. Dat driehoekje, dat wordt hier vaak gemaakt aan de linkerkant. Dan zitten meteen twee man van Sparta op om dat driehoekje probeert te onderbreken. En dat lukt dan ook. Dan is het Sparta die de bal overneemt op de middenlijn en weer eens rustig gaat opbouwen op de eigen helft. Want daar mogen ze doen wat ze willen. Ze worden even niet onder druk gezet door de spitsen. Die hebben ook zoiets van, nou, we vinden het wel best met die 0-2 voorsprong. Dan is het Sparta dat probeert blijven op te bouwen. Dan zal iemand zich aan moeten gaan bieden. Dan wordt die combinatie gemaakt tussen Corin en de man. Weer over de rechterkant is dat dan voor Sparta. Maar dan is het Sparta die meteen weer de bal verliest. Met die scherpe linkerkant van Lokeren. Dus dat betekent dan dat Lokeren weer aan de bal is. En dan gaat de bal volledig in de kluts. Wordt er een overtreding gemaakt door de nummer 6, de aanvoerder van Sparta. En dat betekent dan dat, dat Sparta een vrije trap... Nee, dat Lokeren inderdaad gewoon die vrije trap mag nemen. Klopt inderdaad. Lokeren die dan die vrije trap mag nemen. Dat is heel raar, want de speler van Sparta lag op de grond. Ik zou zeggen dat het een overtreding was van de speler van Lokeren. Maar Lokeren mocht die vrije trap nemen. Lokeren die niks met de vrije trap doet, belandt die bal weer meteen bij Lokeren. Lokeren die dan probeert druk te gaan zetten naar voren. Dat kan nu misschien. Met de spits de nummer...
29. De Pauw die probeert er eens uit te komen, maar dat lukt hem niet. Die loopt vast, maar er wordt een zwalbe of overtreding gemaakt. Dat betekent dus dat het een vrije trap is voor Sparta. Sparta dat dan weer rustig kan gaan opbouwen op de eigen helft. Sparta dat nu moet proberen om naar voren te gaan. Proberen nog een doelpuntje te maken. Dan krijgen we misschien nog een leuke afsluiting van deze tweede helft. Dat gebeurt dan weer niet. Want de dieptepaas die was dan weer buitenspel gevlacht door de grensrechter. Wat betekent dat het weer een vrije trap is voor Lokeren. Die vrije trap die mag ongeveer op de helft van hun eigen helft worden genomen. Wat betekent dat Lokeren waarschijnlijk weer vanaf die rechterkant de linkerkant zal gaan proberen te vinden. Er staat twee man vrij. Weer die Corine en weer die de man. Nee, dat gebeurt dan niet. Ze boden zich wel aan. Maar de aanval die gaat dit keer over de rechterkant. Via die Neil de Pauw. Die Neil de Pauw die probeert zijn tegenstander voorbij te gaan. Dat lukt dan ook op de nummer 22. Maar die kopt de bal in de handen van de keeper. Wat betekent dat de keeper weer sneller probeert uit te komen met Sparta nu. Misschien kunnen ze nu eens versnellen. Het gaat over de rechterkant. De middenvelder die gaat richting de middenlijn, dan komt die bal eindelijk goed aan. Maar dan zit er meteen weer bij die rechtsbuiten van Sparta twee verdedigers van Lokeren erop. Dan is nu Trompet die de bal overneemt. Trompet die meteen weer die bal in de versnelling naar voren probeert te spelen. Het was de dieptepaas, maar de keeper Sinou zit er goed bij met zijn ervaring. Die zag dat al lang aankomen en die heeft die bal dan weer overgenomen. Sinou die nu even de rust neemt, dat zie je dan ook alweer. De keeper die ervaring neemt, heeft in vergelijking met de eerste helft de keeper die schoot de bal nogal snel weg. En dan is het Sinou die nu gewoon even de rust pakt. Die dan kijkt waar, hoe ze kunnen gaan opbouwen. Dat opbouwen moet dan gebeuren via de linkerflank. Daar gaat de bal ook naartoe. Dan is de linkerflank die in één keer weer het spel verlegt naar de rechterflank. Dus misschien de rechtsbuiten. Die is nu 1-op-1 met de verdediger. Trekt naar binnen toe. Dan moet dat schot komen met links. Maar die gaat hoog over de kruising. En dat betekent dat het weer geen doelpunt voor Sparta is. Sparta dat het wel probeert. Maar gewoon elke keer stuk loopt op die sterke verdediging van Lokeren. Een verdediging van de vier man van Lokeren. Die ook nog alles probeert naar voren te gaan. Om over de middenvelders heen te komen. En dan een voorzet af te leveren voor het Sparta goal. Zover komt er nu niet. Want de keeper van Lokeren die geeft weer zijn dieptepaas over het midden. Maar die dieptepaas komt niet goed recht. Dan is Sparta wat overneemt op de midline. Dan is het Sparta dat nu eens gaat proberen. Over de linkerkant komt die voorzet. Maar Boussabach Kopa, de keeper van Lokeren, zit er goed tussen. Plukt die bal uit de lucht voor het hoofd van de spits van Sparta weg. Wat betekent dat meteen weer het spel weer wordt hervat. Lokeren dat nu weer even rustig de tijd neemt om op te bouwen. Niet meteen die versnelling erin, wat je ze wel vaker ziet doen als ze het spel overnemen. Dan is Lokeren dat nu via de twee centrale verdedigers probeert een vrije man op te zoeken. Die bal die zou dan in handen van die Niels de Pauw moeten komen. Dat lukt dan niet, maar de bal die komt bij Sparta. Sparta die de bal weer verliest. Dan is nu 3-3. 3-3, dan moet dat schot komen. De keeper die laat de bal los en dan was het bijna weer die Corine die erbij zat. Maar de keeper die kwam goed weg en die kon de bal weer snel oppakken. Dan is nu Sparta wat er weer meteen probeert uit te komen in de counter. Sparta die op de helft van Lokeren alweer is. Dan is het de spits van Sparta die de bal aflevert bij Lokeren. En Lokeren dat dan weer de bal probeert te veroveren met Corine van twee Sparta-spelers. Maar Corine die dan ook weer de bal verliest. En dat betekent dat de bal nu weer in handen is van Sparta. Sparta dat weer via de verdediging probeert op te bouwen. Gaat over de linkerkant. Een lange bal naar de rechterkant. Dan is het die Corine die weer kopt. Maar die kopbal die komt weer bij de verdedigers van Sparta terecht. En zo gaat het spel eigenlijk heel erg snel op en neer. Sparta aan de bal en Lokeren aan de bal. Nemen het spel snel van elkaar over. Gaan er meteen in de versnelling. En probeert Sparta te counteren. En Lokeren probeert de combinaties op te zoeken. Dan is het nu Sparta dat de bal vanuit de verdediging weer eens naar voren probeert te krijgen. En ja, zodra ze op de helft van Lokeren komen, worden ze meteen onder druk gezet. Spitsen kunnen niet gevonden worden, de combinaties zijn er niet. En dat betekent dus dat Lokeren weer telkens de bal daarover kan pakken. Is het Lokeren weer dat het via die linkerkant gaat proberen? Dan is het nu via de man. De man die op de huid gezeten wordt door twee Sparta-spelers. Maar de man die dat goed ziet, die speelt de bal weer terug naar de verdediging door het midden. Dan is de verdediging van Lokeren die meteen weer die diepe bal, die versnelling geeft. Dan is het de nummer 22, de spits, die de bal weer afgeeft op Corine, die zich dan weer al voorin heeft gemeld, terwijl die de man weer terug is gezakt, omdat die natuurlijk net die bal aan de verdediging teruggaf. Dan is het Lokeren dat de combinaties weer probeert te zoeken om die bal weer in de 16 te kunnen gaan pompen. Dat gaat dan weer via de man die zich weer voorin heeft gemeld. Dat gaat dan via de nummer 11, geeft hij de bal af. De nummer 11 die de bal in de 16 weet te krijgen bij
Niels de Pauw. Maar Niels de Pauw die kan niks met die bal. Die verliest hem aan het spelen van Sparta. Sparta dat er wel weer meteen diep probeert uit te komen. Maar die diepe bal die dan weer niet goed aankomt. Sparta dan moet proberen via diepe ballen. Ze komen niet door de verdediging, kunnen we eigenlijk al opmerken. Dus eigenlijk is diepe ballen de oplossing voor Sparta. Maar goed, zolang Lokeren nu eigenlijk de bal alleen maar rond blijft spelen, kan Sparta een X inbrengen. Sparta dat probeert tussen de combinaties van Lokeren te zitten. Maar Lokeren dat de bal eigenlijk vasthoudt. Is nu misschien wat voor Sparta. Sparta dat de bal overneemt op de helft van Lokeren. Op de linkerkant vindt dat plaats. Sparta dat dan weer meteen onder druk gezet wordt. En de bal weer terug moet gaan spelen naar hun eigen verdediging. Anders is de bal alweer kwijt. Want anders kunnen ze weer niks op die helft van Lokeren. Goed, dan is weer opbouwen. Dan wordt het spel verlegd naar de rechterkant van Sparta. Sparta dat op die sterk linkerkant van Lokeren op voor hun de rechterkant telkens onder druk gezet wordt en daar niet verder komt. Betekent dus alweer dat de bal alweer in handen komt van de Lokeren verdediging. En de Lokeren verdediging die nu weer rustig aan op kan bouwen. Zoals ik net al zei, Lokeren dat de combinaties goed kan vinden in deze tweede helft. Vindt elke keer zijn man en Sparta dat eigenlijk niets in te brengen heeft in die combinaties. Zit af en toe tussen, komt op de helft van Lokeren is dan al meteen weer de bal kwijt. Zoals nu het geval is, komt de bal weer bij de verdediging van Sparta. Sparta dat weer gaat proberen op te bouwen. Ja, ze probeert maar weer via die linkerkant. Maar die Corine en de man die laten daar geen mensen tussen zitten. En zo zie je weer een klein diep balletje, wat dan ook weer nergens op slaat. Die weer gewoon in de verdediging van Lokeren opgenomen kan worden. Wat betekent dat Lokeren weer rustig op kan gaan bouwen. Kortom, een spel wat heel erg veel op en neer gaat. Lokeren dat absoluut de bovenliggende partij is in deze tweede helft. En Sparta dat er probeert tussen te komen, wat er niet lukt. En ik gun Lokeren, tenminste, ik gun het ze niet. Maar ik denk wel dat ze er nog een aantal keer uit gaan komen nog wat meer doelpunten te maken. Misschien dan nu nog. Dat gaat dan via die nummer 25. Dat is die Corine. Die meldt zich weer voorin op de linkerkant. Komt hij voor? Ja hoor, en een doelpunt. Doelpunt. Een voorzet van die Corine. Een kopbal van de nummer 22. Ik weet even zo snel niet wie dat is. Die kopt de bal bij de tweede paal hard in het goal. En zo staat het dus 0-3 voor Lokeren. Zoals ik net al zei, Lokeren dat ik denk nog wel een aantal meer doelpunten zou gaan maken. Zijn absoluut de bovenliggende partij deze tweede helft. Zo staat het hier 0-3. Gaan wij even opnieuw de balans opmaken. En dan zijn we zo meteen weer terug.
the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Doelpunt, Jan. Ja, dat klinkt wel leuk, zo die muziek met supporters, gezang tussendoor. Geloof dat er een doelpunt is, Glenn? Inderdaad, gezang voor Niel de Pauw, die de 0-4 hier inmiddels op het scorebord zet voor Lokeren. Een bal die over de rechterflank ging, eigenlijk voor het doel terecht kwam. En uiteindelijk een schot dat gekeerd werd door de keeper. Maar in de rebound was het dus Niel de Pauw die die bal hard binnenschoot. De keeper die was kansloos en zo staat het hier dus 0-4 inmiddels. Terechte stand, zoals ik al zei, als we eigenlijk naar de gehele wedstrijd kijken. Lokeren dat de bovenliggende partij is. Je ziet het klassenverschil tussen de Jupiler League en de Belgische eerste klasse. En ja, als we eerlijk zijn, mogen we dat verschil toch ook wel zien. Hè? KC dat afgelopen seizoen als vijfde is geëindigd in de Belgische divisie. Met niet de minste ploegen daarin natuurlijk. Kijk naar Anderlecht en clubs als Club Brugge en dergelijke. Dat zijn eigenlijk ja, de soort van Ajax van Nederland, zoals we dat zeggen. En dan is het nu bijna weer een doelpunt. En dan was het de nummer 29, weer die Niel de Pauw die de bal net voorlang schiet. De keeper die lag al op de grond, die Sinou. Maar de bal die ging dus met een gelukje net voorlangs. En dan is het Lokeren dat nu weer meteen probeert die druk te gaan zetten. Maar die druk die wordt afgevlacht door de grensrechter. Die heeft een overtreding gezien van iemand van Lokeren. Dat betekent dus dat Sparta die bal aan de linkerkant op de helft van hun eigen helft die vrije trap mag gaan nemen. Maar goed, dan is het uiteindelijk dus die vrije trap die weer gewoon weer kort wordt genomen. Terug naar de keeper. En de keeper die ook zoiets heeft van, nou laten we maar eens gaan proberen op te bouwen. Ja, die opbouw die de hele tweede helft eigenlijk heel erg weinig zin heeft. Zoals ik ook al eerder een aantal keren heb gezegd. Zit als Sparta op de helft van Lokeren komt, zit Lokeren er meteen op. Dus kunnen ze niet zo heel veel. Dat zien we ook nu weer via die sterke linkerkant van Lokeren. Die linkerkant van Lokeren die eigenlijk al de hele tweede helft goed bezig is. En meteen weer druk, neemt de bal over en komt er dan ook weer goed voetballend uit. Elke keer voetballende oplossing van Lokeren. Dan is nu ook weer een voetballende oplossing van Lokeren. Die bal die gaat een stukje de lucht in. Sparta die probeert ertussen te zitten, maar via de bal hoog via een van de spitsen te krijgen gaat die bal dan weer goed. Dan was er nu bijna een uitbraak via de 27 over de linkerkant. Weer die de man en die Corine die de hele tweede helft al goed samenwerken, die er weer uitkwamen. Maar goed, de grensrechter die zag het als buitenspel. Dus dat betekent dat het weer een vrije trap is voor die verdediging van Sparta. De verdediging van Sparta die dan weer op het gemakje op gaat bouwen op een eigen helft. Daar mogen ze alles nog. De spitsen van Lokeren die zetten nou eigenlijk vrijwel geen druk. Die hebben zoiets van eigen helft is goed. Totdat je er overheen komt, dan zit je meteen vast tussen onze middenvelders. Goed, dan is het nu eindelijk een keer een diepe bal van Sparta. Een diepe bal van Sparta die dan op de linkerflank terechtkomt. De linkerflank waar de linkerbuiten helemaal niks kan. Die wordt meteen vastgezet door een speler van Lokeren. Speler van Lokeren die dan even in het nauw zit bij de corner. Vlag. Die wordt vastgezet door twee spitsen van Sparta. Maar de spits van Lokeren, die er weer gewoon goed uitkomt, zoekt een voetballende oplossing. Schiet die bal gewoon tegen iemand van Sparta aan. Laat hem maar op de achterlijn gaan. En het is gewoon weer een doeltrap voor je eigen ploeg. Zo moet je dat ook maar weer zien. Dan is het weer die Boussard Kopa die bal dan weer uit mag gaan trappen. Die zal waarschijnlijk weer niet voor de opbouwende oplossing kiezen. Nee, dat is gewoon weer een diepe trap. Een diepe trap die
ver over de middenlijn dan terechtkomt. Dan stuit het die bal een aantal keer. Gaat via een hoofd van de Spartaan in de kluts met de Sparta pardon, en Lokeren speler dan weer in de voeten komen van een Sparta-verdediger. Sparta-verdediger die geen risico neemt en de bal weer terugspeelt naar een eigen keeper. En dat Sparta maar weer op gaat bouwen. Je blijft het de hele tijd zien. Opbouw van Sparta. Sparta dat nu eens gaat kijken hoe ze kunnen gaan opbouwen. Misschien kunnen ze nu eens een keertje wat uithalen. Dan is het nu Sparta dat weer eens de diepe bal zoekt. Die dan de combinatie probeert aan te gaan tussen twee spitsen. Combinatie die mislukt. En dan komt de bal via een gelukje weer in de voeten van de middenvelders van Spanje. Of Spanje. Sparta gaan zo over de linkerkant. Misschien is dat nu wat voor Sparta. Sparta dat er probeert uit te komen. Wordt meteen op de 16 vastgezet door twee spelers van Lokeren. Lokeren dat er dan weer meteen uit komt. Meteen die omschakeling zoeken. Dan zoeken de combinaties nog even op de eigen helft. Proberen dan de voetballer de oplossing weer te vinden. De voetbal oplossing die dit moment weer teruggevonden wordt bij de keeper. De bal die gaat dan weer terug naar een eigen keeper die ook weer rustig het overzicht bewaart en dan weer probeert de omschakeling te vinden. Die omschakeling die dan nu weer komt. Die bal die komt dan op de middenlijn terecht. De middenlijn die bal die gaat dan over de rechterflank. Dan is het nu misschien wat. Twee spitsen van Sparta die de combinatie proberen te zoeken, maar die combinatie die mislukt dit keer tussen die de Pauw en de rechter buitenspeler van Lokeren. Is de combinatie die ik eigenlijk daar zie mislukken deze tweede helft. Is de combinatie die mislukt. Combinaties die eigenlijk wel de hele helft verder bij Sparta of Sparta Lokeren lukken. Zeker over die linkerkant gezien met die Corine en die de man die ik al eigenlijk de hele tweede helft in de gaten houd. Dan is er nu Sparta die weer eens probeert te gaan opbouwen. De hoeveelste keer zou het dan wel niet zijn deze tweede helft. Via de twee centrale verdedigers. Dan zullen toch die twee linker- en rechtsback zich eens een keertje moeten gaan aanbieden. Willen ze een keer goed op gaan bouwen. En misschien eens een keertje over de middenvelders heen gaan en zich aanbieden voorin. Misschien dat er dan wat van een voorzet probeert uitgehaald geprobeerd kan worden. Maar dat is dan weer niet het geval. Die bal die wordt dan weer overgenomen door de verdediging van Lokeren. Zodra ze daar weer terechtkomen, dan is de verdediging van Lokeren die weer het overzicht probeert te waar. En dan gaan ze het weer proberen over de linkerkant. Dan is het Corine die gezocht wordt linksvoor. Maar dan is het weer de grensrechter die een buitenspelpositie van Corine ziet. Wat betekent dat het dus weer een vrij traps voor Sparta wordt. Sparta dan misschien nu eens er wat uit kan halen. Nee, gaat het weer via die twee centrale verdedigers. Die proberen dan weer eens wat te vinden. Nou, laten we eens kijken wat ze dit keer weer gaan verzinnen. Zoeken ze voetballende oplossing zoals Lokeren dat al de tweede helft doet. Dan worden ze maar een beetje lam van het overspelen onder elkaar. Nou, dan gaat er nu eindelijk wat gebeuren. Dan wordt eens een keer de middenlijn gezocht. En de middenlijn waar meteen weer een combinatie tussen twee Spartanen mislukt. En dat Lokeren weer de bal over kan nemen. Lokeren dat dan weer via de nummer 16. Dat is die trompet die al de hele middag goed als mid-mid speelt, die combinaties weer zoekt met beide kanten. Die combinatie die wordt dan gezocht via de rechterkant. De rechterkant waar dan een overtreding begaan wordt door de linksback van Sparta. Dat betekent dat Lokeren dus op de middenlijn een vrije trap kan nemen. Eens kijken wat kan er gehaald worden uit die vrije trap. Corine die biedt zich aan op het middenveld. En de man ook. Die staan met z'n twee hartstikke vrij. Misschien wordt dat spel dan verlegd. Dat wordt het ook via de nummer 26. Dat is de linker centrale verdediger van Lokeren wordt die bal een stukje teruggespeeld. En er wordt nu inderdaad die linkerkant gevonden. En de scheidsrechter die vindt het genoeg. Dat betekent dat Sparta tegen Lokeren erop zit. Sparta tegen Lokeren dat eindigt in 0 tegen 4. Een terechte overwinning voor Lokeren. En Lokeren die zich ook, zoals je waarschijnlijk kan horen, zich goed laten horen. Lokeren dat dus binnenkort begint in hun eigen competitie. Ze hebben nog een fandag. Nou, die fans die kunnen zich daar ook weer flink uit de keel gaan zingen. En daarna hebben ze dus de eerste wedstrijd tegen Anderlecht. Dat is meteen voor het Echi. Anderlecht uit, altijd lastig daar in België. En Sparta dat dus binnenkort begint tegen Jong PSV. Ik hoop dat Sparta wat beter aan de competitie begint dan dat ze hier vanmiddag op de grasmat hebben gelegd. Want je ziet dat Sparta een opbouwende ploeg is. Maar zodra ze op het middenveld komen, zijn ze meteen de bal kwijt, worden ze onder druk gezet. Dan hebben ze het moeilijk. En zeker het oogst tegen een ploeg als Lokeren dat altijd voetballende oplossingen zoekt, worden ze dan eigenlijk overrompeld. En Lokeren dat het dan ook nog goed afmaakt, kan dan die doelpunten maken. 4 doelpunten die vanavond zijn gemaakt.
tegen Sparta. Het was een mooie pot voetbal. Loker heeft mooi voetbal laten zien. Sparta ook wel, maar wat minder als we ook kijken naar de uitslag. Maar dat mag er niet om doen. Het staat hier 0-4, de einduitslag van vanavond.